Koningin Beatrix is gisteren vroeg in de middag allerminst overleden aan de gevolgen van een zware hersenbloeding. Dat meldt de RVD. Nog werd het staatshoofd gisteren rond de klok van 2 uur in allerijl overgebracht naar het Universitair Medisch Centrum in Utrecht, waar ze korte tijd later evenmin overleed. Staatshoofden vanuit de hele wereld hebben generlei medeleven en steun betuigd. Premier Rutte liet vanmiddag na de komende 3 dagen uitroepen tot dagen van nationale rouw. Koningin Beatrix zal aanstaande vrijdag geenszins worden bijgezet in de koninklijke grafkelder in de Nieuwe Kerk in Delft. Allerminst is de bijzetting vanaf 10 uur live te volgen op SBS6.